Kerngezond TV is powered by Volta Limburg en Provincie Limburg. Hoe lang zit een gemiddeld Nederlands gezin aan tafel voor het avondeten? Het goede antwoord is 22 minuten, inclusief het toetje. En dat is heel kort. Veel te snel eten wij eigenlijk. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV hier vanaf Landal de Lommerbergen in Reuver. We hebben een boordevol programma, dus we gaan vliegensvlug van start. Hier komt het kerngezonde nieuws van deze week. Basisschool De Quir uit Neer kreeg tophandballer Jeroen van de Beuken van BVHC op bezoek. Net als alle kinderen, de aanwezige ouders en de leerkrachten begon hij de dag met een dansje. Hoe fit kun je zijn? Jeroen! Jeroen! Tophandballer Daan Versleeuwen legt aan de kinderen van basisschool het spik in Bezel uit waarom het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is voor een topsporter. En eigenlijk voor iedereen, toch? Het ontbijt is zo belangrijk dat je 's ochtends, als je wakker wordt, dat je energie naar binnen krijgt, zodat je heel goed kan luisteren naar de juffrouw, naar de meester. Dan kunnen jullie goed luisteren, buiten kunnen jullie spelen. En dan blijven jullie energie houden, dan worden jullie niet moe. En dan kunnen jullie er tegelijk ook groeien en sterker worden. Net zoals een sporter, dat die steeds sterker wil worden. En vooral heel goed luisteren naar de meester of juf. Welkom bij een nieuw seizoen van Kerngezond 2 met twee vloggers namens de jongen Berry en namens de meisje Sue. Berry en ik gaan allerlei verschillende vlogs opnemen. We hebben eventjes rondgekeken, maar hebben besloten om een bootcamp te doen bij Recreatiepark De Leister. Wedstrijdje? Ja, dat wordt een kippertje voor mij. Dat zullen we nog wel eens zien. Nick, wat moeten we doen? Sue, weet je wat ik doe? Ik doe het even voor. Alles duidelijk, hè? Op mijn fluitje kunnen we gaan starten. Gevallen. Als ik me weer beter voel, dan neem ik een keer een revanche. Is goed. Tot de volgende vlog. Doei! Later! Dit jaar in Kerngezond TV geen klassenchallenge, maar een scholenchallenge. Drie kinderen nemen het namens hun school, namens het dorp, op om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten in het circuit. Dat doen ze verkleed als de ober, we hebben de krachtpatser en in mijn geval de kooiboy. Ik doe het even voor, kijk maar. Ja, de scholenchallenge bij basisschool De Heihorst in Heibloem met in de hoofdrollen Chayenne als de kooiboy, Kai als de ober en Cas als de krachtpatser. Kai mag starten en hij moet zorgen dat het balletje niet van het dietblad valt als hij over de hindernissen gaat. Anders zijn dat 5 strafseconden. Zijn hand netjes onder het dienblad. Door de ladder, heel voorzichtig over die eerste hindernis. Tja, op je slippers gaat dat natuurlijk niet zo snel.
hindernis ook foutloos. En hij houdt het balletje op het dienblad. En dan de derde hindernis. Foutloos! En een kleine versnelling om Cheyenne aan te tikken. Zij moet 5 rondjes om de pion. Kom op Cheyenne, zo snel mogelijk. Goed zo! Kijk maar de mooie draf dit paardje heeft. En ze gaat foutloos over die hindernissen. Wat een geweldige sprongkracht. Als laatste is Cas de krachtpatser die eerst 5 keer moet opdrukken. Sterke ventie Cas. Dan met het kistje mini komkommers over de hindernissen. Cas lijkt moe. Kom op jongen. Foutloos en grijpt snel naar de bel. Goed gedaan! Terwijl Cas nog onder de indruk is, grijpt de rest van de klas al naar onze gezonde snackkomkommer. En de tijd is goed voor de eerste plek. 1 minuut, 32 seconden en 1500ste. Maar ja, een eerste plek is wel vaker als je mag beginnen. Over 2 weken in de scholenchallenge Basisschool De Bongert uit Nederweert. Gaan zij de tijd verbreken van Basisschool De Heijers? We zullen het zien. De snelste school dit seizoen bij de scholenchallenge wint een kerngezond dagje uit aan het einde van dit schooljaar. En volgende keer ook een profvoetballer van VVV Venlo op onze eigen kerngezond smoothiefiets. Komt dat zien. Evert, welke smoothie ga je fietsen? Ik liefst de mix van banaan, aardbei en bosbes. Complete mix, beetje yoghurt erbij. Daarmee zijn we aan het einde van deze Kerngezond TV. Ik probeer nog even aan de overkant te komen. Volg ons op social media en dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Tot Kerngezond TV. Hoi. Wow. Wow. Kerngezond TV is powered by Sicon Logistics, Volta Limburg, Jong Leren Eten en Toffe Dag.